Dat zien we hier liggen. Een opblaaspomp, ook nog knuffels. Complete bordspellen liggen hier ook. Bij je hotel, is iemand ook vergeten in de trein. Ja, als we kijken naar dit jaar, dan staat de teller al bijna op 62.000 voorwerpen die we hebben gevonden in de trein of op het station. Een grote plaat van een Volendamse vrouw. Dus lijkt erop dat we met elkaar wat meer achterlaten. En het kan echt van alles zijn, van sleutels tot mobieltjes, roze shoelbak. Maar we hadden ook een grote box van zo'n maaltijdbezorger die normaal eigenlijk achter op een fiets of een scooter hoort te staan. Kijken wat we nog meer hebben. Stoeltjes voor in de auto. Het is toch ook bijzonder dat die dan in de trein gevonden worden. Ja, eigenlijk een beetje het hele zielige aan dit verhaal zijn de knuffels. Dat vinden we er toch weer een paar honderd van per jaar. Het is eigenlijk best wel sneu, maar dit hoort natuurlijk bij iemand thuis te staan. En nou, we willen proberen in deze week, dus de week van de verloren knuffel, proberen we dat te doen. Dus op social media hebben we een aantal knuffels uitgezocht. Daar gaan we heel veel aandacht voor vragen. En dan hopen we dat Nederland helpt om te zorgen dat die voor de feestdagen weer thuis zijn bij hun baasje.